altijd. Nee, koekhap is eigenlijk toch gewoon heel leuk. Ja, maar we hebben niet zo vaak gekoekhapt. Ik heb twee keer gekoekhapt over de laatste 15 jaar. Eén keer in Deventer, de Koekstad. Ja, daar kan je niet anders dan koekhappen als je in de Koekstad bent. En er was één keer voor Guinness Book of Records in Scheveningen zoveel mogelijk koekhappen achter elkaar. Maar ik heb virtueel gekoekhapt. Je hebt virtueel in Almere. Maar, die essentie, denk ik, is het meest belangrijk dat wij te gast zijn. Bij een gemeente in Nederland. En dat wij vieren met ze. Ja. Op hun manieren van vieren. Ik denk dat dat zou wel echt... Dat blijft zeker. Dat zou wel blijven. Het komt niet een défilé terug of zoiets. Want dat is... Dat is toch, zoals Maxima zegt... naar de mensen naar een stad toe gaan of een dorp toe gaan... daar met zijn mensen samen vieren... Is toch iets heel anders dan mensen vragen naar je toe te komen. Dat past niet meer in deze tijd. Gaan we net als op Koninginnedag, op Koningsdag... straks veel van uw familieleden zien? Ja. We proberen dat wel. Het is dus de dag waar echt de familie... niet alleen maar Kerkhuis, maar de familie echt naar buiten trekt. Ja. Laatste vraag. Stel dat we hier over, laten we zeggen 33 jaar, weer zitten. Zolang als uw moeder het gedaan heeft. Hoe zou u dan willen dat mensen terugblikken op uw koningschap? Dat is een heel lastige vraag. Uiteraard, daarom stelt u hem ook. Ik ben oprecht benieuwd. Wat heeft u in uw koningschap? Ik denk dat het van wezenlijk belang is dat je iets doorgeeft aan de volgende generatie... dat in een betere staat is dan je het zelf ontvangen hebt. Dat zal een hele lastige uitdaging worden, want mijn moeder heeft het heel goed gedaan... Maar ook in die tijd, in die periode die u zelf noemt, die 33 jaar die voor ons liggen, zal er veel veranderen in Nederland. Zal er veel veranderen in alles in Nederland. Dus dat, en het belangrijkste is dat de koning en de monarchie zijn veranderende rol goed oppikt. En nog steeds daar kan zijn als symbool van continuïteit en eenheid. En dat symbool op een goede manier over kan dragen aan de volgende generatie. Mogen wij u dan hartelijk bedanken voor dit gesprek? Dank u wel. Nee, nee. Heel hartelijk dank. Bedankt. Dank u wel. Dank u wel. Dank. Ja, het einde van het interview dat begin deze maand werd opgenomen op Paleis Noordeinde. 52 minuten lang. Eerste reactie maar is vragen aan Femke Halsema. Ik vond het een heel krachtig, zelfverzekerd interview. Van beide. En ook heel overtuigd. Want ze zijn ook heel ontspannen, beide. Dus er lijkt een sterke innerlijke overtuiging... waardoor ze heel zelfverzekerd bewegen. Prettig om naar te kijken. Chick de Vries? Ja, de vraag is altijd, weet je in een interview verbinding te maken? En hier staat één.